Dragon Ball Z. gruwelijke trailer. Jongens, als jullie hem nog niet hebben gekeken, ga de Dragon Ball Z trailer kijken voordat jullie deze video kijken. Want ik heb hem net gezien. Ik heb heel veel dingen opgemerkt en daar ga ik het nu over hebben. Dus kijk hem even snel en dan kom weer terug naar deze video. Want ik ga al die punten wat ik heb opgemerkt, ga ik nu vertellen. Dragon Ball Z, Revival of F, die binnenkort komt. Of binnenkort. Voor ons duurt het nog wel een tijdje. In Japan is het niet zo lang meer. De trailer zag er echt gruwelijk uit. Eerst dacht ik van, Frieza, wat gaat hij nog komen uitleggen dan? Goku is inmiddels Super Saiyan 3. Super Saiyan God zelfs. Frieza, wat ga je doen? Dus dat was in de eerste trailer, maar nu in de nieuwe trailer heeft hij een nieuwe vorm. Golden Frieza, hij is ineens goud. What the fuck, oké. Okay. Die vorm moet hem godlike powers geven, want anders wat de hel. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe dat uit wordt gelegd. Goku neemt het weer op tegen Frieza. Maar wat ik aan Goku heb gemerkt, hij heeft een nieuwe outfit. Nou, een nieuwe outfit niet echt, hij heeft een nieuwe embleem, een soort van een nieuwe logo. Kijk, eerst had hij de logo of embleem van King Kai. Hij is getraind door King Kai. Nu heeft hij weer iets nieuws daar. En dezelfde geldt voor Vegeta. Hij heeft een gloednieuwe armor ook, ziet er vet uit. En heeft diezelfde logo daar. En ik denk dat Goku en Vegeta zijn getraind door Beerus. Want hij is ook weer terug in deze film. Beerus is die guy van de vorige film. Destruction of God. Of God of Destruction, sorry. In het vorige deel is Goku eigenlijk al een soort van getraind door Beerus. Want onder hun gevecht was Beerus meer Goku aan het trainen dan dat ze echt serieus aan het vechten waren. In ieder geval Goku was serieus aan het vechten, maar Beerus was meer hem aan het trainen leek wel. Dus ik denk dat Beerus echt geïnteresseerd is in Goku en Vegeta. Want Vegeta heeft het ook tegen hem opgenomen in de vorige film. En nu werd hij ook fucking sterk, omdat hij Bulma gebitchmacked heeft. Wat ze verdiend had, want ja, het werd tijd dat iemand haar een bitch mee gaf. Maar in ieder geval, toen werd hij Vegeta gek, fucking sterk. En je hoort Roshi ook zeggen, oh, hij is nu sterker dan Goku, oké. Dus Vegeta heeft potentie voor God en godlike powers. En Goku had het, Dus ik denk dat ze beide getraind zijn door Beerus. Want je ziet ze ook even samen met Whis staan in de trailer ergens. Was heel snel, maar ze waren daar. Dus ik geloof dat ze getraind zijn door hen. Wat ik ook heb opgemerkt is, Gohan, dude, what's up met je groene trainingssuit? Hij verandert in een Super Saiyan. Waarom doe je dat? Je bent getraind door Old Kai en de Supreme Kai. Daar kreeg je Mystic Powers ofzo. Dus dan hoeft hij niet. Je veranderde niet in Super Saiyan. En je had al fucking gruwelijke powers. Sterker dan Super Saiyan. Dus waarom verander je in de trailer in de Super Saiyan? Ik begrijp het niet. Ik hoop dat uitgelegd wordt, want it makes no sense. Oké, volgende verhaal. Je ziet Tien en Krillin in de trailer. En Piccolo ook. Maar waar zijn Trunks, Goten, Boo? Allemaal sterke gasten. Maar dan kom je met Krillin en Tien. No offense Krillin en Tien, maar you just not on the level of the others. Maar je ziet een stukje in de trailer van Krillin in de bos met allemaal henchmen van Frieza achter hem aan. Dat stukje was zo gruwelijk geanimeerd. Heel deze film is zo vet geanimeerd. De kleuren, alles zien er echt fucking gruwelijk uit. En ik kan niet wachten om die film te zien. Ik denk ook dat Frieza gewoon terug wordt gewenst. Dat denk ik niet, dat weet ik. Hij wordt gewoon terug gewenst. Klaar. Volgens mij zie je ook in de trailer een henchman met een Dragon Ball in zijn hand. Bij de Z-Warriors zie je ook een nieuwe character aan hun zijde staan. En hij was een beetje alien-like of zij, weet ik wel wat het is. En die was duidelijk aan de kant van de Z-Fighters. Dus ik ben ook benieuwd naar die verhaal van wie is hij en wat komt hij doen. Hij is duidelijk tegen Frieza. Krillin. Make up your mind. Ben je kaal of heb je haar? In de vorige film had hij haar. Nu ben je weer kaal. Wat zat met dat? Oké, maakt niet uit. Hij heeft een kappertje gepakt. Laat het daarop houden. Hij mist gewoon zijn kale kop. Ik weet niet als Gohan al vader is. Want in het vorige film
Fidel zwanger. Ik ben ook benieuwd wat jullie ervan vinden, van de trailer. Wat hebben jullie nog opgemerkt? Wat zijn jullie theorieën? Wat denken jullie dat gaat gebeuren? Laat me weten. Ik ben ook benieuwd. Ik hou van praten over Dragon Ball. Ik zie jullie in de volgende WhatsApp chat. Later.